In 1998 heeft Martin Simek een boeiend en iets wat apart gesprek met Mulisch over de dood. Ook de gewenste grafsteentekst komt nog even ter sprake. Hebt u al idee of hij oud gestrooid wil worden of hoe dat dan moet geregeld worden? Begraven. Begraven. Mulisch moet er dan opstaan. Alleen? Nou, Harry mag ook nog. Ja. Maar en niet zo'n fanfare van, nee. Geen jaartallen. Ja. Gewoon, hè, niet van 1927 tot 2028. Nee. Weet je, ja. Gewoon alleen de naam. Ja. Hebt u dat geregeld al? Is dat, Nou, ik, nu? Nu. Ja. In 2000 schrijft Mulisch het boekenweekgeschenk Het Theater, de Brief en de Waarheid. Het boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van acteur Gilles Grasset, die uit protest tegen de opvoering van het toneelstuk Het Vuil, de Stad en de Dood in 1987 zijn eigen ontvoering in scène zette. En daarbij stuurde Grasset een aantal bekende Nederlanders, waaronder cabaretier Freek de Jonge, een dreigbrief. De Jonge is van mening dat Mulisch boek Grasset onterecht rehabiliteert en roept op tot een heuse boekverbranding. Harry, heb jij lucifers bij? In de Sherry Duins documentaire Harry Mulisch en de Bevlieging bezoekt Mulisch de jongenskamer in zijn ouderlijk huis. De grote schrijver bleek op jonge leeftijd al een echte ladies man. Ik nam wel eens een meisje mee naar huis. Oh, dat mocht niemand weten? Ja, dat mocht niemand weten. En dan hoorde ik Frida de trap opkomen omdat ze naar bed ging boven of mijn vader, weet ik wat. En dan deed ik haar in die kast. Het meisje? Het meisje. Ja. Ik weet niet wat er nu in zit. Ja, dat is een kleerkast, maar je ziet dat het vrij ruim nog. Toen. Daar komt wel een meisje in. Best een meisje. Ja. In 1987 praat Mulisch bij Adriaan van Dis over zijn nieuwe roman De Pupil. Harry toont zich in het gesprek bescheiden als altijd, maar gelukkig begrijpt van Dis exact wat hij bedoelt. Verhaal, zoals ik zei, van een jonge man die zich vroeg bewust is van zijn schrijverschap. Vooral ook van zijn talenten. En hij wil zijn hele leven daarop inrichten. Is dat bij u ook zo gegaan? Bij mij was het zo dat ik op jonge leeftijd, toen 15, 16 was, dat ik dacht dat ik zeker wist dat ik een grote genie was. Alleen wist ik nog niet waarin. Ik had het ook wel hoor, ik naar de radio luisterde, dan was ik altijd de dirigent en zo. Precies. Is het dat gevoel? Nee. Oh. Mulisch was niet wat je noemt de man van het volk, maar soms ontkwam de literaire grootmeester niet aan een gezellig gesprekje met de man in de straat. En ik zie ook, als ik mensen tegenkom, dat ze zo doen en dan weet ik dat ze zeggen, niet meteen kijken, daar loopt Mulisch. Weet je wel? Daar. Ja. Wat heb ik de film, Jan? Ben ik aan de beurt? Ik weet niet of u aan de beurt bent, man. Altijd. Okay. Dat is, hoe heet het, hoe bent u nog weer? Ja. Mijn naam is Mulisch en ik schrijf boeken. Ja, precies. Ja. Zo zit het in elkaar. Ja. Ik wou net zeggen de boeken schrijven, maar ik ben uw naam even kwijt. Met meneer Mulisch van de Nobelprijs, winnaar van de vrede, geloof ik. Ja. De ontdekking van de hemel geldt als een hoogtepunt in Mulisch oeuvre. In Keek op de Week prijzen van Cote en de Bie niet alleen de literaire kwaliteiten van Mulisch, maar ook de uitgekiende campagne achter dit meesterwerk. De ontdekking van de hemel door Harry Mulisch is een meesterwerk. Ja, dat is magistraal. En vanaf nu moeten we het nooit meer hebben over de grote drie. Er is een gigantische één, Harry Mulisch, dan een hele tijd niks en dan de grote twee, Reven en Hermans. Ja, precies. Echt waar. Ik durf nooit een letter meer te schrijven zelf. Ik ook niet. Ik stop ermee. Ja. En wat een campagne, wat een publiciteit. Ja. Heb je op de hemel gelet de afgelopen week? Nee. Ja. De hemel. De ontdekking van de hemel. Ja. Voortdurend ontdek je die kop van Mulisch in de hemel. Ik heb het gefilmd met video. Kijk, hier, de wolken. De wolken. Nou, ja. Kijk, dat is toch duidelijk Mulisch, die pijp, zo. Hè? En dan die kin die iets wijkt, die neus, zie je? En daarboven die bril. Dat is duidelijk Mulisch. Nou, ik ga het eerst eens uitlezen tot de volgende keer. Trouwens, aan profiel heb je ook wel iets van Mulisch. Hè? Laat je adem zo eens klikken. Heb je een pijp? Nee. Ik denk hem er wel bij. Ja, het is Mulisch. In september vorig jaar verklaart een ongelukkige teletextmedewerker Harry ten onrechte dood. En dat gaf ons een mooie gelegenheid om in dit programma even bij te praten. Over de dood bijvoorbeeld. Ja, je vraagt je bijvoorbeeld af, is er leven na de dood? Nee, is dat niet. Zit ik op een wolk en kijk ik naar beneden? Sommige mensen hebben die voorstelling. Nou, als je dat gelooft, ja. Denkt u niet? Nee. Is er helemaal niks? Ja, er is helemaal niks. Dus basta, klaar. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, nee, eeuwig leven, dat is een ramp. Nou, dat is... Vind je ook? Dat denk ik ook, ja. Eeuwig? Ja.
Dat is dus miljarden, 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 miljarden. Ja, nee toch. Ja toch, ja. Wel, ja. Belangrijke vraag was natuurlijk ook wie er op Mulies begrafenis aanwezig zou moeten zijn. Wat zou de sfeer in het land moeten zijn? Harry Mulies is overleden. Wat is de sfeer in Nederland? Ja, ram, de verhaal. Vlaggenhalfstok. Vlaggenhalfstok? Ja. Dat zou ik het leukst vinden. Nee, maar als we toch de vrije... Hoe zou het NOS-journaal open? Moet de koningin spreken? Ja, maar die gaat ook nooit naar begrafenissen, dus. Zou ze een uitzondering moeten maken? Dat kan niet. Juliana, geen van die koningen en koninginnen zijn ooit bij een begrafenis geweest. Het feit dat u het weet... Is al verklapt al dat u het zachtjes rekening houdt met koninklijk bezoek. En na afloop van het gesprek moest die ene vraag natuurlijk ook nog even gesteld worden. Komt er nog een boek? Dat is ook een saaie journalistieke vraag, maar ik wil hem toch stellen. Ik ben half bezig, maar ik voel me niet gehaast. Hoewel, vind ik het niet zo...